Nou, welkom allemaal hier op de Zuidas. Ik ben Jelle van Baardewijk, filosoof. Ik ben ook bedrijfskundige trouwens. En dat zijn wel dingen die ik graag combineer. Het zijn niet dingen die voor de hand liggend samen worden genomen. Toch is het zo dat de eerste economen waren ook filosofen. Dus het woord economie is eigenlijk ook groot gemaakt door Aristoteles, de oude Atheense filosoof. En voor hem betekent economie ook nog iets wat heel erg in het verlengde ligt van de goede maatschappij. En van daarmee van bestuurskunde en sociologie. Dus economie was nog niet versmald tot de bestudering van vrije markten. En aan het financieel kapitalisme had hij helemaal niet, daar had hij niet veel mee. Dat noemde hij ook neerbuigend gemastieke. Dat was eigenlijk voor de mensen met lagere ambities. En Aristoteles is behoorlijk invloedrijk geweest, al was het maar door het munten van die term economie. Maar er zijn andere filosofen, bijvoorbeeld Adam Smith, is ook een filosoof, die een heel belangrijke slinger aan het wiel van de economie heeft gegeven. En ook Karl Marx. Nou is het zo dat Adam Smith heel invloedrijk is in zijn eigenlijk positieve benadering van vrije marktwerking en met name de rol van arbeid daarbinnen. Maar hij heeft ook een boek over ethiek geschreven en Karl Marx vooral de negatieve kant van het kapitalisme heeft blootgelegd. De vervreemding van het kapitalisme, het ontstaan van proletariaat en ongelijkheid. Maar het is dus niet helemaal vreemd dat een filosoof zich bezighoudt met de economie. Sterker nog, het is eigenlijk heel vreemd dat de economie als vakgebied zich versmalt heeft tot een niet-filosofische, scientistische, eenzijdige wetenschap in de achterliggende decennia. Als je ook in recente bronnen studeert, dat raad ik ook altijd aan, ook studenten, ook mensen die al ergens werken en nog geïnteresseerd zijn in economie, bijvoorbeeld Minsky of Keynes, dat zijn fantastische auteurs, dat kun je prima lezen met je middelbare school-economie. Er staat bijna geen som in, het is een heel argumentatief bouwwerk. En als je de hedendaagse complexiteit en fragiliteit van de economie wil begrijpen, dan kan je echt veel met Minsky. Is eigenlijk best een filosofische econoom. Hij praat ook over, ja, wat is nou eigenlijk risico precies? En is risico hetzelfde als onzekerheid? Of is het toch wat anders? Eigenlijk fascinerend. Nou is het zo dat die economie aan universiteiten en hogescholen, die is verder versmald en gefinancialiseerd. Dus het gaat vooral over geld, het gaat niet zelden over beurzen. Maar door de kredietcrisis van 2008... is er wel wat veranderd in Nederland en internationaal gesproken. Is er eigenlijk een soort heropleving gaande van de traditie van nadenken over economie van Aristoteles tot en met Minsky. En dat zie je hier ook aan de Zuidas, hè. Traditioneel de plek van de kraaiennesten en eigenlijk toch het hol van de leeuw. Het slagschip van het Anglo-Amerikaanse kapitalisme. Hier is ook een morele bureaucratie ontstaan. Ja, met compliance officers, due diligence medewerkers, know your customer managers. En een heel grote interesse in het bevechten van witwasserij, het uitsluiten van risico, het borgen van privacy. En deze morele bureaucratie die past dus eigenlijk wel bij de traditionele opvatting van economie. En als filosoof was ik al eerst enthousiast dat dit gebeurde. Ik dacht, nou, hè, na een lange periode van moreel vacuümzuigen van de economie, krijgen we nu eindelijk weer eens die upgrade. Maar de pendule slaat net als in maatschappelijke debatten behoorlijk ver door. Het is inmiddels big business voor banken om zich bezig te houden met compliance. Het is misschien wel the biggest business. En je kunt je ook afvragen waarom het eigenlijk zo gretig omarmd is door het bedrijfsleven. En dat is eigenlijk ook mijn eerste vraag. Deugt het eigenlijk wel dat banken zo met deugen bezig zijn? Kijk, als je je afvraagt waar komt al die witwasserij vandaan, of geld dat verbonden wordt met terroristen, dan moeten we eigenlijk goed bedenken van, voor een deel is het natuurlijk zo dat de financiële constructies die wij hier op de Zuidas verkocht hebben, dat die ook de oorzaak van het probleem zijn. Ja, dus die specifieke securitisatieproducten en bankrekeningetjes rondom de rekening op ING bank van Abramovic, dat is eigenlijk, de oorzaak van het witwassen ligt ook in de financiële sector. Dus financial innovation, hè, om het eufemistisch te zeggen, is ook onderdeel van het probleem. Maar die Abramovic is natuurlijk een oligarch, ja, die heel veel verdiend heeft aan het ineenzeigen van het communistisch regime en geprofiteerd heeft daarvan en een grote oliebedrijf vervolgens verkocht heeft en daar zelf heel erg van heeft geprofiteerd. En dat is in Nederland vaak zo. Dus heel veel witwasserij, dat zijn eigenlijk boeren, bijzonder natuurlijk de ecstasy-boeren uit Brabant, die hun geld witwassen via onze banken. Daar is onderzoek naar gedaan. Er is heel veel onderzoek naar gedaan.
ondermijnende criminaliteit is al 10 jaar het thema in de bestuurskunde. Dat jullie hiermee bezig zijn is frappant. Het is gewoon, het is niet jullie probleem. Het is wel zo dat zoals we wel zeggen, dan de mol soms bovenkomt in het financiële systeem. Maar eigenlijk gaat het natuurlijk om dat Nederland een half drugsland is. Ja, dat we gedoogbeleid hebben. Waardoor een enorme softdrugswereld is, waar ook die ecstasy labs weer uit voort zijn gekomen. Ook terrorismebestrijding, het woord zegt het eigenlijk al. Hè? Dan denk je niet meteen aan de bankier. Dan denk je eerder aan de politieagent. En ik heb me daarom wel verbaasd over het enthousiasme waarmee men hier bezig is met compliance. En het is natuurlijk logisch, want er is wetgeving, hè, die jullie daartoe opdraagt. Maar die wetgeving is eigenlijk op een gegeven moment wel geaccepteerd. De overheid moest daar ook wel moeite voor doen. Hè. Dus bijvoorbeeld in 2021 was er nog een redelijk groot onderzoek van NRC Handelsblad. Aan de universiteit worden ook wel onderzoeken gedaan, maar het is allemaal beperkt. Journalisten zijn er wel beter in. Bij Follow the Money hebben ze ook in 2022 en 2023 nog gepubliceerd. En daar blijkt uit bijvoorbeeld de Rabobank, ik noem even zij weg, ik had ING al een beetje gebasht. Het stond 2 weken geleden nog in de krant, hè, trouwens. Pagina groot hoe schandalig dat Abramovic-verhaal is. En dat Ralf Hamers de eigen persoonlijke verantwoordelijkheid verdraagt. Dus even, ik heb er niet veel goeds over te zeggen, hoor. Als burger. Maar ook over Rabobank wordt uitvoerig verteld eigenlijk. Hoe daar gewoon jaar in jaar uit bonussystemen bestonden. Waarbij het er vooral om ging dat je zoveel mogelijk geld binnenhaalde. En niemand vroeg eigenlijk, ja maar, waar komt het geld vandaan? Het ging er gewoon om dat je 2 ton binnenhaalde. Het ging er niet om dat je kon controleren waar die 2 ton uiteindelijk uit voortvloeide. En in 2021 is Rabobank daar nog om berispt en beboet. Dus dat, die nieuwe morele bureaucratie die komt zeg maar na de financiële crisis van 2008 op. En we zijn echt nog bezig te accepteren dat het er is. Maar inmiddels is het omarmd. En er is ook feitelijk een enorme industrie omheen ontstaan. Nou, de vraag is dus of dat eigenlijk wel terecht is. En die banken die zijn heel blij met die industrie, want die verdienen er ook aan. En ze vinden het ook ambivalent, want er zijn natuurlijk de klassieke bankiers denken van, is dat niet de taak van de politici? Nou, laat ik het eens even opnemen voor die klassieke bankiers. Misschien is het wel de taak van bijvoorbeeld woningbouwverenigingen in Nederland om witwaspraktijken te bestrijden. Weet je dat heel veel drugsgeld via woningbouwverenigingen binnenkomen? Dat is echt een key pijler. Ik heb er zelf onderzoek naar gedaan. Dus heel veel drugsproductiecentra die zijn verbonden met sociale woningbouw. Dat zijn allemaal weer verkapte constructies die wij uit de bankenwereld goed kennen. Hè? Dat is namelijk zo van, je huurt via een huisje en daar doe je dan een weedlab of een ecstasy lab. En dat is allemaal klein, maar bij elkaar opgeteld is het groot. Dus misschien zijn het wel de woningbouwverenigingen en de politie, maar bijvoorbeeld ook autoverhuurbedrijven die een veel grotere rol zouden moeten spelen in het bestrijden van fout geld. Dus dat is even mijn eerste thema. Ik ben benieuwd ook hoe jullie daarover nadenken. Dat moet je zo meteen maar met me delen. Maar die gretigheid van de banken. Ja, toch nog één ding daarover. Kijk. Het is niet zo simpel dat je kunt zeggen het is een publiek of een privaat probleem. Hè? Want dat er überhaupt veel geld wit wordt gewassen, dat heeft ook te maken met wat je beleidsambiguïteit kunt noemen. Dat is een term die heb ik ook niet zelf verzonnen. Die komt van Hans Boutelier, dat is een bestuurskundige hier aan de Vrije Universiteit. En hij gebruikt dat concept bijvoorbeeld in relatie tot drugs. Kijk, als het aan de ene kant verboden is om harddrugs te verhandelen en aan de andere kant iedereen tot 55 jaar 1 keer per jaar naar Awakenings gaat om zijn pilletje te controleren, dan heb je een soort scheve balans. Dus aan de ene kant kun je het goed en ben je mensen aan het beschermen tegen het gebruik. Aan de andere kant kun je het af. Maar wat is het nou? Is het nou verboden of niet? Nou, en die constructies kennen wij in de financiële sector maar al te goed. Dus bijvoorbeeld belastingontwijking. Mag het nou wel of niet? Ja, ontduiking mag niet. Je mag niet zeg maar een crypto-portefeuille hebben en het niet opgeven bij de belasting. Maar ontwijking mag eigenlijk net wel. Het staat eigenlijk boven wel en niet mogen. Het is eigenlijk een a-juridische term. Belastingontwijking, wat hier volop gefaciliteerd wordt door de wealth defense industry, is eigenlijk het helpen bedrijven en vermogende mensen om misbruik te maken van mismatches tussen belastingregimes. Nou, ik heb daar toevallig ook onderzoek naar gedaan. En wat blijkt, dat is helemaal niet wat ik aanvankelijk dacht. Namelijk dat het soort kraaiennesten zijn op de Zuidas die
consumenten die meer willen consumeren stimuleren om dat te doen. Nee, dat was mijn aanvankelijke beeld. Zo ging het onderzoek in. Toen ging ik er meer over lezen en interviewen en zo. En toen kwam ik erachter dat de overheid zelf met tax rulings voortdurend zit te stimuleren op bedrijven om hier te komen of hier weg te gaan. Uitzonderingen, geitenpaardjes. Het is helemaal niet iets wat los van de overheid staat. Nee, de overheid heeft zelf eigenlijk gewoon een rol. Een rol binnen het financiële spel van zo min mogelijk belasting betalen. Universiteiten ook, die geven onderwijs waarbij ze eigenlijk allerlei theorieën aanleren die jou legitimeren om zo min mogelijk belasting te betalen. Nou is het niet zo dat ik zeg dat zoveel mogelijk belasting betalen altijd het goede is. Hè? Dat is ook een beetje een soort raar. Dan kom je in een bepaalde politieke hoek terecht. Dat is natuurlijk ook niet het geval. Maar de andere kant is wel wat je soms aan onze universiteiten en ook dus letterlijk op het ministerie van Financiën en de autoriteit financiële markten ziet. Dus dat is ook even een mindfuck voor mij geweest. Dat ik dacht van oké, dus het is een publieksprobleem eigenlijk waar de banken nu mee bezig zijn. Dus die geldwitwasserij. Maar die geldwitwasserij, het is ook geen natuurfenomeen. We hebben het ook maar mogelijk gemaakt. Dus aan welke knoppen kunnen we allemaal draaien? Oké, dat is thema 1. Is compliance eigenlijk wel onze taak? Of is het eigenlijk iets wat we gretig omarmd hebben als een soort sofisten van laten wij daar ook maar over gaan meepraten, kunnen we lekker geld verdienen? Maar zou de echte integere reactie van de bankiers niet ook zijn, jongens, wij kunnen niet alles oplossen, we moeten gaan samenwerken met de woningcoöperaties. Nou, dat is nog nooit eerder vertoond natuurlijk, dat is een heel andere tak van sport. Ja, semi-publieke sector, er gaat niet zoveel geld om, het is helemaal niet zo sexy. Niet zo chic ook, maar wel heel belangrijk. Dus dat weet iedereen die met witwassen te maken heeft en met kapitaal, dat stenen en huizen zijn natuurlijk, dat is de correlatie. Hè? Als je veel geld hebt, wil je naar huizen. Dus zo kom je dan bij woningbouwverenigingen. Makelaars, ook een beroep. Ik weet dat op de Zuidas denken ze snel aan een juwelier, maar het is natuurlijk allemaal klein bier vergeleken met 5 pandjes in de grachtgordel kunnen kopen. Dus dat is thema 1. Is het niet iets wat we toch publiekelijk moeten gaan organiseren? Thema 2 wat ik wilde inbrengen. Kijk, als je kijkt naar hoe de banken zich hebben ontwikkeld de afgelopen 20 jaar, dan zou ik zeggen als gewone burger, ze zijn gecentraliseerd en ze zijn abstracter geworden en gedigitaliseerd. Dus vroeger... Ik ben opgegroeid in Leusden en in Leusden had je verschillende pinautomaten van verschillende banken. We hadden ook verschillende banken. En ik weet nog dat mijn buurjongen die bankierde dan bij Rabobank en wij dan bij ABN AMRO. En dan dacht ik, ja, waarom is dat eigenlijk zo? En dat was gewoon zo gegroeid. Daar was verder ook niet een heel uitdrukkelijk marketingantwoord op. Dat zat zo vervlochten, zeg maar, in het dorp. Volgens mij was dat achteraf gesproken vrij normaal. Het hele idee van Know Your Customer Manager, dat is zeg maar een soort bullshit term van academici en financieel specialisten, om maar even zo te zeggen, die eigenlijk heel veel inhoud heeft gekregen sinds banken zijn teruggetrokken uit de dorpen en de steden en in grote kolossen in de centrale steden zitten op afdelingen waarin heel veel afstand tot klanten bestaat. In het klassieke Rijnlandse model, dat ongeveer sinds 2000 gewoon heel normaal was in Nederland, natuurlijk know your customer, ja, wat denk je dan dat we hier doen in Leusden achter de balie? Er was een veel betere verbinding tussen burger en bankier. Nou, en die verbinding is dus weggecentraliseerd, weggedigitaliseerd. En jullie zijn nu als beroepsgroep bezig om dat te herstellen. Nou, succes. Want er is natuurlijk echt een heel diepe afstand. Er is echt een enorme kloof gekomen tussen de wolkenkrabbers en de mensen op straat. Zo groot eigenlijk dat de compliance industrie eigenlijk ook niet goed doorheeft dat ze heel veel codes en maatregelen loslaten op burgers die het misschien eigenlijk helemaal niet verdienen. Dus die eigenlijk misschien aan allerlei eisen moeten voldoen, alsof zij misschien ook zo'n drugslapje in hun boerderet hebben. Terwijl dus die man die al 30 jaar lang in Leusden achter de balie zat, die wist heus wel wie er in een boerderij woonde en eventueel een drugsboerderij een drugsproductielaboratorium in de kelder had. Dus die tacit knowledge, hè, dat vakmanschap van de bankier, dat niet alleen te maken heeft met iemand kennen, maar ook weten wat voor buurt woont iemand, waar is die school gegaan en zo enzovoort, ja, die is verloren gegaan. En het is de vraag of je die kunt compenseren met abstracte compliance maatregelen en of je niet daarvoor in de,
in transactie een heleboel gewone burgers en consumenten eigenlijk belast met controle en wantrouwende, controlerende vragen die eigenlijk gewoon boven het hoofd gaan. Beginnersvragen. Mensen die gewoon een hypotheek afsluiten, hebben een braaf, gewoon een baan, zijn leraar en verpleger en die moeten dan jou gaan uitleggen waar het geld vandaan komt. Hoe durf je? Weet je wel, zo voelt het. Mensen denken van, waarom? Het vertrouwen in banken is hartstikke laag. En ironisch genoeg komt het door de morele bureaucratie. Dat komt niet door het Anglo-Amerikaanse kapitalisme, dat komt door de correctie daarop. Nou, en het is natuurlijk ook logisch dat banken dat doen, want in een abstract groot instituut in de grote stad, daar hoort natuurlijk bij dat je goed boekhoudt en de boeken moeten kloppen. Hè? Je wil dan wel je klant kennen, maar het gaat er vooral om dat je de administratie rond hebt. Hè? Dus, en ik weet dat het check-the-box verhaal natuurlijk allemaal verleden tijd is, maar uiteindelijk gaat het natuurlijk toch om dat de administratie klopt. Nou, dat is een vraag waar wetenschappers ook al heel lang mee bezig zijn en filosofen nog langer. Hè? Voor Plato was de vraag ook weer zoiets van, wat is nou eigenlijk echt en wat is nou nep in het leven? Hè? En als ik iets opschrijf, is het dan echt? Of als ik de gedachtegang uitspreek, is het dan echt? En wetenschappers zitten tot op de dag van vandaag met dat verhaal. Je hebt theorie en wat je kan bedenken aan de ene kant en feiten en empirie aan de andere kant. En die wil je met elkaar laten botsen. Dus de theorie ook in de journalistiek is in Nederland gaat het wel goed. Hè? Lees de Volkskrant maar. Elke week staat er een interview van een 100-jarige. Die legt je uit. In Nederland is het eigenlijk zo goed. Het was zoveel slecht. Het gaat zo goed. En heel veel mensen hebben daar theorieën over gearticuleerd van Nederland is toch een sociale welvaartsstaat, een democratie en het gaat hier goed. En mensen zijn een beetje boos op anderen, maar eigenlijk met hunzelf gaat het goed. Met mij gaat het goed, met hun, ik weet het niet. En al die wetenschappers zeiden, en toen kwamen de verkiezingen. En toen stemden toch de meeste mensen PVV. Ja, wat moet je dan doen als wetenschapper? Nou, de nieuwe feiten, die confronteren jou met een andere realiteit dan je steeds gedacht hebt met je Volkskrant en je wetenschappelijke theorieën over democratisch burgerschap. Dus dan moet je een check. En dat is heel lastig, hè? Want er zit ook in politiek zeker een hoop ideologie. Maar ook in de wetenschap gaat dit met al het onderzoek. En dat hebben jullie als beroepsgroep ook. Dat is het grote vraagstuk eigenlijk. Hoe weet je nou dat de boeken corresponderen met de werkelijkheid? Nou, net als wetenschappers heeft jullie beroepsgroep, denk ik, over het algemeen gesproken erg veel liefde voor de boeken. Hè? Dus je hebt al een middeleeuws adagium dat daar uitdrukking aan geeft. Quod non est in actis, non est in mundo. Wat niet in de boeken staat, dat bestaat gewoon niet. Ik las nog niet zo lang geleden, je kunt een interview van mij met hem opzoeken op YouTube, het boek Hoogspel van Marcel Metsen, een politieke biografie van Shell. Fantastisch boek, dit jaar uit, ik kan het absoluut aanraden. In dat boek laat heel goed zien dat zeg maar, het idee van alternatieve feiten en nepnieuws, dat niet alleen maar iets is zeg maar, van Trump en Baudet. Nee, dat boek laat heel goed zien dat diep in die bedrijfsgeschiedenis zit. Shell is een bedrijf dat van juristen aan elkaar hangt. Is een bedrijf dat heel sterk is in financiële zin. Er zijn heel goede ingenieurs en dat is ook hun reclameverhaal. En het is ook geen discussiepunt dat hun ingenieurs heel goed zijn. Anders hadden ze dat al lang gekopieerd in Qatar. Dus ingenieurs zijn bijna de beste van de wereld. Maar er zijn ook heel veel goede juristen en heel veel financieel specialisten die werken in dat bedrijf. En zijn toch wel, bouwde stelling is eigenlijk dat bedrijf in een soort juridische werkelijkheid is komen te leven. Toen duidelijk werd dat het Gronings gas die scheuren veroorzaakte en dat de BAM, waar ze samen met Exxon samenwerkte, toch eens in de spiegel moest gaan kijken van wat zijn we hier aan doen. Toen heeft Shell ongeveer vier jaar lang geprocedeerd tegen de kritiek van de Veiligheidsraad. 65% van het geld dat is uitgegeven sinds 2017 aan de Gronings gasbubbel, is om juridische en financiële verdedigingsmuren op te bouwen. Dat is hoe Shell opereert. Dat is wat zij onder feiten verstaan. Zij zijn helemaal niet bezig met, kunnen we Groningen op de een of andere manier helpen met dit probleem. Zij zijn bezig met een zelfreferentieel systeem van afspraken, van juridische veronderstellingen en eerdere beloftes waar zij geld aan mochten verdienen. Ja, zij zijn bezig met hun boekhouding. En dat is een probleem. Nogmaals, Plato wees er al op en heel veel wetenschappers zitten ermee. Je komt in een soort blikvernauwing met je eigen businessmodel. En de vraag is, kun je de toetsing met de werkelijkheid nog aan? En ik denk dat de compliance officer, ik verheug me op zo'n praktijk als die van Know Your Customer, maar ik zie het ook als een eufemisme. Ik denk dat die daar al lang onderdeel van geworden zijn. Jullie zijn gewoon onderdeel van de administrateurs.
En daarom noem ik compliance ook eigenlijk onderdeel van de morele bureaucratie. Terwijl de eigenlijke vraag is, kun je nou die check tussen de boeken en de werkelijkheid gaan maken? En wat vereist dat? En als je dat echt doet, dan kom je misschien dus ook tot de conclusie dat wat jij moet controleren met je boeken, dat het eigenlijk gewoon een vraag is van de politie en niet van banken. Maar ja, aan die morele bureaucratie wordt natuurlijk ook het nodige verdiend. Dus dat wil je misschien ook niet toegeven. En misschien heb je wel eigenlijk in verwijzing naar andere financiële producten weten te legitimeren hoe belangrijk het is. Nou, dat brengt ons weer terug naar de kredietcrisis van 2008. Toen die uitbrak, toen bleek eigenlijk dat alle kredietbeoordelaars ook al die tijd hadden gezegd, ook subprime financiële producten, verknipte hypotheekpakketjes en eufemistisch genoemde securitisatieproducten, zogenaamde verzekeringsproducten, die bleken ondertussen heel risicovol te zijn, volop in de handel te zijn geweest. En er waren allemaal compliance officers, duizenden, tienduizenden, die dat al die tijd hebben goed gepraat. Die zeiden gewoon, dat klopt ongeveer, ja hoor, dat is ongeveer de prijs. Maar in één dag bleek het niet de helft waard te zijn van wat men dacht. En hoe komt dat nou? Omdat systemen in de wereld van informatie, die kunnen die ogen zeg maar in een bepaald perspectief rationeel en transparant. Maar achter die transparantie zit toch een hoop duisternis. We weten het eigenlijk niet. Het zijn zelfreferentiële systemen. De ene theorie verwijst naar de andere theorie, verwijst naar de andere theorie. Net zolang tot je een politicoloog hebt die voorspelt dat in Nederland alles wel goed gaat en na Rutte toch de links-progressieve jaren zullen aanbreken. Ja, we hebben gezien. Hallo. Hallo. Wij stonden bij de verkeerde hint. Ga lekker zitten. Dankjewel. We hebben dus gezien bij de verkiezingen dat zo'n toets zo nu en dan die theoretici wakker schudt. Nou, dingen als centraal georganiseerd werken, digitaal werken, maken het modeldenken, het opgesloten raken in je eigen boekhouding, alleen maar moeilijker. En risico's als wat je indicatorisme kunt noemen, dat je vooral dus boxjes aan het checken bent. Berend van der Kolk heeft daar een mooi boek over geschreven, De Meetmaatschappij, misschien ken je het. Die versterken alleen maar dat idee van wat wij hier doen goed, kijk maar naar dat andere manier van werken, dat werkt ook goed, en kijk maar naar die manier. En op een gegeven moment zit je dus in een referentiesysteem, wat filosofen een paradigma noemen, een denkkader, met een enorme blikvernauwing. En de vraag is eigenlijk van ja, het wordt allemaal in morele termen gecommuniceerd, er wordt ontzettend veel geld mee verdiend, en ondertussen, ja, de burger zit er maar mooi mee. Hè? Het is ondertussen alleen maar ingewikkelder geworden om te pinnen. We hebben straks digitaal geld, die CBDC. Heeft er allemaal mee te maken. Dus namelijk de suggestie van ja, maar het wordt alleen maar transparanter en eerlijker. En het wordt nog meer van de overheid. Nou, dat weet ik zo net nog niet. Of dat nou daar zoveel eerlijker van wordt. Ik vind het al behoorlijk gedoe eigenlijk, gewoon als consument. Het is ook een vorm van geïnstitutionaliseerd wantrouwen. En als ik er nou eerlijk naar van wat is nou witwassen in Nederland, dan denk ik ook, ja, maar wat heb ik nou te maken met die kooksnuivende ecstasyboer uit Brabant? Wat is het voor belediging dat ik daardoor zo goed gecontroleerd word? Zijn banken nou zo met zo grof geschut bezig om via gewone burgers terrorisme te bestrijden? Is dat, zijn we nou slim bezig? Nou, het systeem legitimeert het, maar ja, wat is de check met de feiten? Dat wilde ik even jullie meegeven.